De hulporganisatie Damiaan Actie werd in 1964 opgericht als een bundeling van verschillende verenigingen die zich inzetten tegen de strijd tegen lepra. En dat al voor die tijd. En ze hebben zich samen gebundeld. En als we de juiste rekensom maken, wel, dan is dat dit jaar, 2014, exact 50 jaar geleden. En bij mij zit de vrijwilligerscoach Stijn Bogaert van Damiaan Actie. Een heel goedemiddag, Stijn. Ja, 64 jaar geleden is er iets heel moois ontstaan, wat we, 50 jaar geleden. En daar zijn we nu nog altijd heel blij om, heel trots op dat dat bestaat, hè, Damiaan Actie. Dat klopt. We zijn inderdaad dit jaar 50 jaar actief in de bestrijding van die drie armoedeziektes. Mm-hmm. Lepra, TBC, berglepra. Ja. Waar we de handen mee vol hebben. Mm-hmm. Want het is begonnen uiteindelijk in eerste instantie met lepra, maar het heeft zich een beetje uitgebreid, hè? Ja, jullie doel. Klopt. We zijn met lepra begonnen. Daarna hebben we gemerkt dat TBC toch niet zo ver van lepra lag. Mm-hmm. Dat ook de evolutie van besmetting met TBC eigenlijk wel een vlucht nam. Waar dat we dan eigenlijk gezegd hebben van goed, we willen op die twee ziektes werken. Omdat het alle twee via een bacillus, de medicatie, toch in mekaars familie zit. En dat we eigenlijk in die landen al een netwerk hadden. Ja. Dus we zijn nu actief op die drie armoedeziektes. Wat is het te genezen? Want daar is vaak nog twijfel over bij de mensen. Maar jij als... Ja, perfect te genezen. De medicatie ligt hier. Mm-hmm. Lepra, als je er op tijd bij bent, kan je perfect medicatie nemen. Heb je zelf geen enkel letsel dat je eraan overhoudt. Je moet enkel opmerken van oei, ik heb een vlekje, dat is precies een beetje gevoelloos. En dat je zegt van goed, ik heb de attentie om daarmee naar een hulppost te gaan. En je wordt daar gratis begeleid. Ja. Nu, uiteindelijk kan je het ook preventief voor zijn eigenlijk? Of? Ja, preventie zit je eigenlijk op het niveau dat je moet zien dat je, ja, dat je niet te zwak komt te staan. Dat je eigenlijk een stukje voldoende eten, in voldoende gezonde omstandigheden woont. En uiteraard, bij tuberculose bijvoorbeeld, ja, je ademt dat in. Je kan iemand besmetten door dus een aantal vochtdruppeltjes van iemand anders in te ademen. Als je met een zieke patiënt in je eigen familie zit, en je woont en leeft in één kamer, dan moet je daar toch wel voorzichtig mee zijn. Moet je zorgen dat je niet te dicht op elkaar gaat leven. Hetzelfde met lepra, dat je eigenlijk ook niet te dicht in mekaars buurt zit. Ja. En hoe werken jullie als Damiaan Actie? Want jullie hebben bepaalde doelstellingen die jullie voor ogen hebben, hè? Ja. Wij proberen eigenlijk heel simpel. In België collecteren wij middelen. Mm-hmm. Dus ofwel via donaties, die mensen een overschrijving doen, een testament, een stukje aan ons denken. En nu, deze periode, met het weekend dat eraan komt, de massale stiftjesverkoop. Ja. Die fondsen zetten wij in op onze projecten in het zuiden. Er zitten 14 landen op 3 continenten. Dat jullie Afrika, actief zijn. Azië, Latijns-Amerika. Mm-hmm. En daar zetten wij eigenlijk telkens met partners onze projecten op. We zijn een pluralistische organisatie, maar we zitten met christelijke groepen, met protestantse groepen, met moslimgroepen, met hindoes, overal samen met de overheid. En daar zetten wij eigenlijk die kwaliteitsverbetering op, dat proces op, dat we eigenlijk de mensen op die manier maximaal kunnen opzoeken, sensibiliseren en genezen. Ja, zijn dat vooral ook de regio's waar het nog het schrijnendst is? Goh, je hebt misschien nog meer landen, maar we hebben partners in Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië, die ook allemaal in hun projectlanden, in hun gebieden zitten. Dus er is een goede taakverdeling. Maar als je kijkt naar Congo, India, Bangladesh, die cijfers zijn hallucinant. Mm-hmm, ja. Nu, uiteindelijk, Damiaan Actie is genoemd naar Pater Damiaan, Jozef de Veuster. Wordt hij nu op 50 jaar ook mee terug herdacht? Ja, we nemen dat een stukje mee. Dat is, onze roots liggen daar. En vooral die waarden van samenwerking, respect, volharding. Proberen in die landen actief te zijn totdat je de laatste patiënt kan proberen genezen. Ja, dat nemen we mee. Dat zit in onze naam ook. Maar we proberen op het terrein met iedereen samen te werken. Mm-hmm. Het is niet dat we een superkatholieke organisatie zijn. Nee, we werken met alle partners. Maar het was een sterk man. En vandaar dat jullie ook een sterke organisatie proberen te zijn. Ja, het is een inspirerend figuur. Als je ziet dat hij eigenlijk tegen veel adviezen in toch naar daar ging, toch die patiënten ging begeleiden, niet alleen maar aandacht had voor het puur medische, maar ook wou kijken van goed, wij moeten hier toch menswaardig kunnen leven. Ook als iemand dan sterft, dat op een goede manier menswaardig kunnen begeleiden. Ja, die aandacht voor de patiënt, de familie, de mens op zich, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, want medicatie was er toen nog niet. Nee, en nu zitten we eigenlijk met medicatie die steeds beter wordt. Allee, als je er op tijd bij bent, je kan iemand op 6 maanden van tuberculose genezen, je kan iemand van lepra genezen, dat die al die vreselijke wonden en heel dat lijdensproces helemaal niet nodig is. Ja. Nu uiteindelijk de broers Kolasny, Stijn en Steven, zij zijn een beetje de gezichten van 50 jaar Damiaan Actie. En jullie hebben hun meegenomen naar Kinshasa. Ja,
Klopt. Zij zijn onze nationale ambassadeurs voor dit jaar. We hebben ook een aantal feestconcerten met hen. Wat maakt dat zij dat project ook gezien moeten hebben, want anders kan je dat niet voorvertellen. Nee, dat is waar. Ze zijn in Kinshasa geweest en ze doen ons hun verhaal. Maar toch even opletten voor de gevoelige kijkers. Omschrijven wat ik hier zie is moeilijk. Dit is echt verschrikkelijk. Eerlijk, ik had me totaal niet dit ingebeeld als we deze reis gingen maken. Ik heb hier echt geen woorden voor. Ja, dat lijkt wel bijna een of ander decor van een horrorfilm. Dat is echt niet normaal. Volgens mij kan je hier alleen maar ziek worden. Dat is ook zeer logisch. De omstandigheden zijn een catastrofe. Dat is hier zo vuil en zo onhygiënisch dat zelfs een hond niet overleeft, denk ik. Dat is de indruk die ik nu meeneem naar België. Die kleine kinderen die hier geboren worden, die spelen hier zoals onze kinderen. En als je hier nu staat en je denkt aan je eigen kinderen, dan houden je geen minuut uit. Dan zou ik liefst van al ver en hard willen wegrennen. Dat is een kind dat dezelfde kansen verdient als onze kinderen en dat duidelijk al niet krijgt. En dat kan wel verholpen worden. Dat kan gewoon door het feit dat wij medicijnen moeten sturen of voor middelen moeten zorgen dat die kinderen medicijnen krijgen. Ja, de eerste confrontatie met een lepra-patiënt is zeer confronterend, want ja, het is hier al erg, maar dat is natuurlijk dan nog weer een stap verder. En de bewondering voor, ik heb het al dikwijls gezegd op deze reis, maar de bewondering voor het team van de mensen van Damiaan-actie, die hier zo'n, hoe vinden die mensen hier? Ik bedoel, wilden dat al vinden? Ik bedoel, we mochten veel vragen, maar ik zou het niet durven, niet kunnen. Ik ben nu de wonden hier van deze mevrouw, van Adolfine, een beetje aan het proper maken. Het is de eerste keer dat ik dat doe en ik heb ook zoiets nog nooit gezien eigenlijk. Dus ik ben wel redelijk van de kaart, als je kunt snappen. Het is mooi om te zien dat het echt wel werkt hier. Patiënten komen dagelijks hun medicatie halen, hun medicatie voor tuberculose. En ze genezen ook echt wel. En het is iets mooi om dat te zien. Het werkt. Nu dat ik het gezien heb en nu ik weet dat het niet alleen over duizenden lepra-patiënten gaat, maar over tienduizenden tuberculose-patiënten er nog eens bij, dat die tuberculose echt een prangend probleem is dat Damiaan-actie hier probeert aan te pakken in Kinshasa, kan ik alleen maar voor mezelf besluiten dat Damiaan-actie zeer, zeer waardevol werk verricht. Er is hoop voor deze mensen en de hoop die Damiaan-actie hun zal geven, daar ben ik vast van overtuigd. ...2014, 50 jaar Damiaan-actie. Wat betekent dat voor jullie? Is er een feestjaar? Gaan jullie andere dingen doen dan anders? Goh, we doen niet veel speciale nieuwe dingen om nu te zeggen van we gaan er een groot feest van maken. Allee, we willen echt dat jaar aanwenden om in die campagne daar te zijn. En goed, vorig 2012 hadden we een 320.000 patiënten die je kan genezen met de opbrengsten die je eigenlijk samenbrengt. Ja, dat is een groot stad die je kan genezen. En dan weet je dat altijd mensen zijn die... Ja, te midden van een familieleven, dus dat is maal 4, maal 5, maal 7. Dus daarvoor zijn we er. En ook dit jaar willen we daar echt die klemtoon op leggen in die fondsenwerving. Ja. Uiteraard moet je daarnaast ook wel iets doen wat feestelijk is. Dus we hebben 5 concerten die eraan komen de komende dagen en weken. Ja. Met de Kolasjni Brothers, met Scala. Een mooi programma waar dat heel veel filmmateriaal ook in zit van de projecten die ze bezocht hebben in Kinshasa. Dus het is eigenlijk een mooi verhaal wat we koppelen aan die fondsenwerving. En waar kunnen we die data vinden? Van die data staan op de website, gewoon damiaanactie.be. Daar vind je alles, kan je ook je tickets boeken. Nu zondag in Brussel kan je nog terecht, maar we hebben ook Oostende, we hebben ook Antwerpen. Dus je kan eigenlijk voor die concerten nog altijd kaartjes krijgen, dus geen probleem. Daarnaast hebben we toch ook nog een mooie tentoonstelling waar we eigenlijk die 50 jaar eigenlijk in beeld willen brengen. En die kan...
in iedere gemeente, in iedere stad aangevraagd worden. Okay. We kunnen daar wel iets mee doen. Dus verenigingen die zeggen van goed, wij willen dit nog even op een mooie manier in een cultureel centrum in beeld brengen. Het is beschikbaar. We doen er zo al een aantal op een vaste locaties. Maar ja, neem contact en we kunnen daarmee verder. Perfect. Ja, natuurlijk, je hebt ze net al laten zien. De stiftjes, die kennen we allemaal wel. En die gaan ook ongelooflijk lang mee. Hè? Ja. Kwaliteit. Daar staat de Damiaan-actie natuurlijk nog wel voor. Dus als jullie willen steunen, bijvoorbeeld door stiftjes te kopen, dat kan het altijd. Er is ook een collectebus. Ik ga er al meteen wat insteken. Stijn, heel fijn dat je erbij was. Graag gedaan. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes en veel plezier in wat jullie nog doen. En ja, wij gaan gewoon de Damiaan-actie blijven steunen. Dankjewel, Stijn.